Goedemiddag allemaal. Ik ben al geïntroduceerd, hè, met Jacques Bouquet. Wat ik met jullie gemeend heb, is dat ik ook uit deze buurt kom. Ik ben hier geboren en getogen. In het Rode Pannendorp. Ik weet niet of jullie dat kennen. Vroeger daar, bij het slachthuis. Het Rode Pannendorp. Het is... Ik vind het ongelooflijk dat ik na al die jaren hier mag staan. Dat ik na al die jaren het evangelie mag verkondigen. Zo dicht bij huis en zo ver weg. En dat ik weer nieuwe mensen leer kennen. Nieuwe zielen leer kennen. En daarmee op weg mag gaan. En dat we met elkaar mogen delen de maaltijd. Want dat is ook iets speciaals. Gemeente... De gemeente doet dat. Die geeft een gemeentemaaltijd. Allemaal voor niks. Je hoeft niks af te rekenen. Dat is ook heel bijzonder. Ja, toch? Je krijgt het allemaal voor niks. Hoe komt dat? Allemaal genadegaven. Het is een gave van God. En het is een genadegave dat jullie in deze buurt deze gemeente hebben. Gemeente De Rank. Die ontstaan is in Scheveningen. En die naar de hand hier terecht is gekomen. En... Voor velen mag de gemeente Rank een rustplaats wezen. Een vertrouwde plek om te zijn, om te wezen. En jullie boffen maar met zo'n geweldig echtpaar die als voorgangers zijn hier. En de oudste, maar die zie ik nou niet meer, die zal wegwezen. Maar het is onvoorstelbaar dat die mensen zo'n enorme inzet hebben in de gemeente. Want het is niet normaal. Het is niet normaal in deze tijd dat je alles voor niks krijgt. En dat je welkom bent en dat je kan komen en zitten en je hoeft niet af te wassen. Niks, gewoon blijven zitten, eten, drinken. Komt allemaal door de genadegaven van God. Want deze gemeente zoeken waarlijk Jezus Christus. En daar mogen we mee getuigen en doorgetuigen omdat we kerstfeest hebben gevierd. Maar kerstfeest is een algemeen verhaal. Met kerstfeest... Zeg ik het even heel plat Haags, is het zuipen en vreten. Dat is het. Maar dat is het niet. Maar het is een mooi aanknopingspunt om te kunnen vertellen waar kerstfeest vandaan komt. Want we hebben een God. Een God die de wereld lief heeft. En die alle zielen in deze wereld lief heeft. En daar kan je alleen maar achterkomen om te luisteren. Evangelie, luisteren. Want de Bijbel zegt, het woord zegt, u heeft het evangelie ontvangen door het luisteren, door het horen. En dan alsjeblieft niet hierin en daaruit. Nee, luisteren en 30 centimeter laten zakken naar je hart. En als daar het evangelie terechtkomt en je mond houdt en je luistert, dan kan je daar misschien wat van meenemen. Want het evangelie is een vrijwaringsbewijs voor de eeuwigheid. Eeuwigheid? Ja, we gaan hier dood, dat klopt, maar dat is niet waar. Want als wij in Jezus zijn, in God zijn, in zijn liefde zijn, dan zijn we behouden. En dan zullen we behouden zijn tot in de eeuwigheid. Behalve degenen die hier komen om alleen maar te eten en te drinken. Maar als je waarlijk met een verlangen komt om God te leren kennen. En door God leer je Jezus kennen. Want God, alzo heeft God de wereld lief gehad dat hij heeft gegeven zijn eengeboren zoon. Johannes 3 vers 16. Dat kennen jullie natuurlijk allemaal. Hè? Johannes 3 vers 16. Maar dat is niet normaal. Want ik moet er niet aan denken dat ik mijn zoon moet offeren voor jullie. Daar zie ik helemaal niks in. Maar God deed dat. God heeft zijn eengeborene zoon. De God naast God, Jezus. Die heeft hij zichzelf laten offeren. En Jezus heeft volledig uit eigen overgave zichzelf gegeven aan deze wereld. Maar waarom heeft Jezus zich geofferd? Waarom? Jezus heeft zich geofferd omdat hij nu staat tussen God en de mens.
De mens op zich is een vervelend, irritant, egoïstisch ziel. Die alleen voor zijn eigen gaat. Hebben, hebben en niks geven. En God die geeft zijn eengeborene zoon. Zijn eengeborene zoon die vrijwillig zichzelf het totale offer heeft gegeven. Voor mij. Hij heeft voor mij het totale offer gegeven. Jullie kennen mij niet. Ik kom uit deze buurt en ik ben een hele ondeugende jongen geweest. Hele ondeugende man geweest. Ik heb overal aan deelgenomen. Ik was in 96 miljonair. En in 97 was ik ridder te voet. Weet je wat ridder te voet is? Voet, lopen, niks hebben. Ik reed in een dikke Mercedes. En van die dikke Mercedes ben ik te voet gekomen. En God heeft mij door die weg heen geleid. Hij heeft me gedragen. Hij heeft mij gegeven de liefde, de trouw en alles wat je nodig hebt om met anderen op weg te kunnen gaan. Want wat zal, ik zeg dat wel eens in mijn eigen gemeente, waarom zal ik mij vrucht die ik heb mogen ontvangen van de Heer delen met de mensen die in de gemeente komen? Staan jullie daar wel eens bij stil? Hij zegt niks. Hij is alleen maar aan het werk. Ik neem mijn pet. Ik heb geen pet, maar als ik een pet had, nam ik hem af. Ja. Het is onvoorstelbaar. Ik kijk ernaar en dan voel ik, kom ik nog tekort in mijn doen en laten? Want jullie zijn zo geweldig bezig en opofferend bezig. Dat moet zielen geven. Dat moet redding geven. Dat moet het verlangen geven om het ook te willen. En wat wil je dan? Ik heb ontvangen de vrede en de blijdschap die elk menselijk verstand te boven gaat. En hoe heb ik dat gekregen? Toen ik miljonair was, had ik dat niet. Ik moest iedere keer de lat hoger leggen om blijdschap te ervaren. Iedere keer weer een dingetje hoger. Maar nu ik in Jezus ken en dat ik weet wat mijn weg is en wat mijn doel is en waar ik voor ga. Ook om hier te zijn, dat is, ik vind het zo genadegaaf dat ik hier mag zijn. Dat de voorganger vertrouwen erin heb om te vragen, wil je ook wat komen vertellen? Dat vind ik heel bijzonder. Als ik vroeger ergens kwam, kwam ik om geld te verdienen. Dan was ik bezig. Ik was altijd aan het bedenken, hoe krijg ik die centen die bij hem in zijn zak zitten, in mijn zak? Dat was mijn opdracht. Zo werkte ik. Maar zo was ik ook miljonair geworden. Maar dan heb ik nog een mededeling. Toen ik Jezus leerde kennen, ging ook alles weer uit mijn zak. En ik ben helemaal opnieuw mogen beginnen, van begin af aan. Maar en nog ben ik er niet. Elke dag weer moeten we op weg gaan. Elke dag weer moet ik mezelf verootmoedigen. En ga ik op mijn knieën met mijn vrouw samen. En dan roepen we God aan. En dan roepen we Jezus aan. En dan danken we Jezus. En ik ben echt geen zielenpoot. Nooit geweest. Ik ben nooit geen zielenpoot geweest. Ik kreeg het allemaal zelf. Ik kan het allemaal zelf. Zei ik altijd. En nu weet ik dat het niet zo is. Ik kan het niet zelf allemaal. Ik heb broeders en zusters nodig. En die heb ik gekregen doordat ik Jezus Christus heb aangenomen. En als extra cadeautje weet ik nu dat door Jezus Christus het eeuwige leven ook voor mij toereikend is geworden. Als ik dadelijk mijn ogen sluit, dan sluit ik mijn ogen niet. Ik had laatst mensen bij mij. En ja, waar het hart van vol is, daar is de mond van vol. Daar loopt de stroom de mond van over. En ik zeg tegen een van die gasten, ken jij ook Jezus? Toen zegt hij, ik ken niet, dood is dood. Ik zei, oh ja. Ik zei, nou gefeliciteerd ermee. Dat is niet waar, maar dood is dood, joh. Dood is dus niet dood. Als je Jezus kent, dan is dood niet dood. En dan zal je dadelijk wegdragen wat je nu in deze wereld bent geweest. En daarom is het van belang om eenmaal in je leven minimaal het evangelie te mogen ontvangen en krijgen. En het evangelie ontvangen is voor niks. Maar niet heus. Want als je het evangelie hebt ontvangen en je leert Jezus kennen, dan gaat het pas beginnen. Want ook ik
heb ook tot vandaag de dag nog mijn struikels, mijn tegenslag, mijn verdriet, mijn pijn, mijn moeite, mijn teleurstelling. Oh, ik ben zo teleurgesteld in zoveel mensen en zoveel dingen. Maar weet je wat nou zo bijzonder is, die meneer die hier bedient? Het bijzondere ervan is dat de teleurstelling weggaat op het moment dat je hart gevuld wordt in de liefde van Jezus. En dat is het verlangen wat in je moet komen. Dat er een moment komt dat je zegt, ik wil dat ook. Wat wil je? Ik wil ook die vrede en die blijdschap. Al heb je niks, al zit je op een haartje te bijten, al heb je het kaart, weet je niet. Dan nog zeg je, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij zal je geven, vrede en blijdschap, die elk menselijk verstand te boven gaat. Alleen je moet je daarna uitstrekken. Je moet het vragen, want God dwingt niet. God dwingt niet. Als jij besluit om God niet aan te nemen in je leven en dat je Jezus niet aanneemt in je leven, dan zegt de Heere God, dat is ook goed. Doe maar. Doe maar. Maar aan het eind van de rit, als je je ogen dicht doet, dan gaan we zien wat de waarheid is. Hè? Want we hebben twee wegen, hè? Dat weten jullie, naar het huis. Twee wegen. We hebben de smalle weg en we hebben de brede weg. En de brede weg, die ben ik mijn leven lang gegaan. Tot de laatste jaren. En die smalle weg is die moeilijke weg. Die weg dat je gelouterd wordt en dat God met je op weg gaat. En dan mag het een genadegave wezen dat je mag komen in een gemeente zoals de Ark. Dat is een van mijn genadegaven die ik heb mogen ontvangen. Je leert ook steeds meer mensen kennen en je leert ook steeds meer de liefde zien die Jezus deelt aan een ieder van ons die zich daarna uitstrekt. Als er iemand hier is, hier, die zegt, ik wil ook dat verlangen. Ik heb ook dat verlangen, ik wil die vrede en die blijdschap. Weet je wat God dan zegt? Kom, ik sta al die tijd al op je te wachten. Ik sta al die tijd op je deur te kloppen. Maar weet je, op die deur zit maar één knop en dat is aan de binnenkant. En weet je waarom? Dan kan alleen jij die deur open doen. God doet nooit die deur open, dat doe jij. Jij moet vrijwillig kiezen voor hem. En dan zegt hij, waar ben je al die tijd gebleven? Ik heb je zoveel te geven. Maar aan de andere kant begint dan ook die loutering. Hè? Gaat God aan de gang met je. En het heeft bij mij ook pijn gedaan hoor. Want alles wat ik had, heb ik ingeleverd. En ik ben van begin af aan, vanaf mijn enkels weer begonnen. En nu sta ik hier. Hier sta ik nu. Dat is toch genadegave? Daar is mijn blijdschap. En daar is mijn vreugde en mijn vrede. En we komen niets tekort, mevrouw en ik. Wij zijn een paar maanden geleden getrouwd. Familie zegt tegen mij, je bent niet goed bij je hoofd. Zij lekker hokken en jij lekker hokken. En dan krijg je alles wat er te krijgen valt. Ik zeg, nee, wij zijn het voorbeeld in de gemeente. Iedereen kijkt naar ons. En God zegt in zijn woord dat als we met z'n tweeën onder één dak leven, dat we dan een verbintenis moeten hebben. Ik zeg het even netjes, hè. Dan moeten we een verbintenis hebben. En die verbintenis ben ik aangegaan met Endang. Endang is een Indonesische vrouw. Hoi. Ze is eerst op kookles geweest bij me. En toen heb ik besloten dat we wel gingen trouwen. Nou, als er één vrouw kan koken, dan is zij wel. Dat is niet te geloven. Maar dat is de zoveelste genadegave die ik gekregen heb van de Heer. Ik heb Endang gekregen. Endang die mij af en toe terugfluit en die mij redelijk in balans en evenwicht houdt. En dat is de boodschap. God gaat dan je voorzien in alles wat je van nodig hebt. Ja, maar ik ben vrijgezel en ik wil een vrouw, ik wil een man. En wat blijft het nou? Waar is die God? Alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Want hij overziet ons leven tot aan het einde toe. Dus hij weet ook wat je van nodig hebt. En dat is de boodschap. Neem die mee. Overdenk die. Bid, vouw je handen. Vraag de Heer om in je leven te komen. En dan zal die in je leven komen. En dan zul je een vrede gaan ervaren die elk menselijk verstand te boven gaat. En dat was de boodschap van vanmiddag. Amen.